Jaarlijks wordt aan de vooravond van 3 oktober bekendgemaakt wie de erepenning van de stad Leiden mag ontvangen. Deze erepenning wordt door het college van burgemeester en wethouders toegekend aan een persoon of organisatie die van uitzonderlijke betekenis is voor de stad Leiden. Daarbij kan het gaan om werkzaamheden voor de Leidse samenleving of om activiteiten die de stad bijzondere bekendheid hebben gegeven. De penning heeft de status van een ereburgerschap. Het is een traditie die ver teruggaat. Voor zover bekend werd de eerste erepenning uitgereikt in 1929. En sinds lange tijd is het traditie om dat in ieder geval te doen aan de vooravond van Leidens Ontzet. En wel in de burgerzaal van het stadhuis. Waarom dan hier? Wel, omdat we in Leiden allemaal van de LCKV houden. Welke Leidenaar is er niet groot mee geworden? Al 100 jaar organiseert de vereniging actieve zomerkampen voor de Leidse jeugd. De traditionele manier van kamperen in de vrije natuur, de goede voorbereiding, de enthousiaste begeleiding van de staf en de lage kampprijzen zijn elementen die de kampen van de LCKV zo bijzonder maken. Jaarlijks gaan er ruim 1600 jongeren mee en hiermee is de vereniging in haar soort de grootste en na mijn overtuiging ook de mooiste van ons land. Je moet je eens proberen voor te stellen hoeveel kinderen de afgelopen 100 jaar van een onbezorgde vakantie hebben kunnen genieten. Hoeveel begeleiders daarvoor nodig waren en hoeveel verkleedpartijen er wel niet zijn geweest. Terug naar de natuur, olielampen en geen computergames. Centraal staan natuurlijk de 600 vrijwilligers die zich ieder jaar helemaal uit de naad werken om de kinderen een fantastische, maar ook veilige tijd te bezorgen. Ze worden allemaal te degen opgeleid en grondig voorbereid op het werk, waardoor de kwaliteit heel hoog is. Het enthousiasme druipt er altijd vanaf en dat is een deel van het geheim van de Smit. Dat juist in het jaar van het 100-jarig bestaan alle kampen zijn geannuleerd, is heel zuur. Dat had natuurlijk niemand verwacht. Ik ook niet, toen ik aan het begin van het jaar hier te gast was bij de start van de eeuwviering en ik nog een gevaarlijk inwijdingsritueel moest ondergaan. Iedereen was toen blij en had er enorm veel zin in, ook in de bijzondere festiviteiten dit jaar. Want de LCKV staat bekend om haar geweldige feesten met enorme hoeveelheden spa rood, cola en sinaas. Maar helaas. Maar LCKV'ers laten zich niet uit het veld slaan. Ze zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Laten we hopen dat we dan uit de misère zijn. Om jullie toch een hart onder de riem te steken, ben ik hier om jullie mee te delen dat vanwege het feit dat de Leidse Christelijke Kampeervereniging LCKV al 100 jaar met zijn activiteiten een ware ambassadeur is voor de stad Leiden, de LCKV sterk bijdraagt aan een positieve beeldvorming van de stad, de LCKV al 100 jaar op voortreffelijke wijze vakantiekampen organiseert voor kinderen van alle rangen en standen, het college van BMW van de gemeente Leiden heeft besloten ter gelegenheid van de viering van Leidens Ontzet 2020 aan de LCKV de erepenning van de gemeente Leiden in goud toe te kennen. Prettig, en mag ik de voorzitter nu vragen om naar voren te komen? Kijk eens, dan kom ik u de erepenning overhandigen op gepaste afstand, dat begrijpen we wel. Dames en heren, die is voor de LCKV. APPLAUS.